Alexandra, mag ik jou alvast eerst feliciteren met jouw showroom? Want ik vind jullie showroom waanzinnig mooi. Hoe hebben jullie dat zo praktisch en mooi gekregen? Een vijftal jaar geleden hadden we het gedacht dat we dit huis hier kunnen bijkopen. Ja. Van een showroom te creëren waar dat de mensen zich op het gemak voelen. En ja, waar ze ook de link kunnen leggen van een woonkamer ziet er zo uit, de speelkamer kan er zo ja, uitzien. En dat ook gecombineerd met het feit dat we zoveel mogelijk wilden tonen aan de mensen. De mogelijkheden dat je hebt met hout in alle vormen. Wandbekleding, parketten, deuren. En op die manier hebben we eigenlijk overal kleine hoekjes gecreëerd om de mensen een tof gevoel te geven. Ja. Je spreekt over 5 jaar geleden, maar jullie bestaan al wel veel langer, hè? Ja, het is een bedrijf gestart door mijn overgrootouders. Wow. Dus van in 1925 zijn we daarmee gestart. Maar dan is het eigenlijk van generatie op generatie overgegaan. Ja. Momenteel run ik de zaak nog samen met mijn papa. Dus die zit ook nog steeds in de zaak. Dus dat is heel wat expertise op één bedrijf, met andere woorden. Ja. Mijn papa houdt zich het meest bezig met de houthandel. Dus echt met het brute hout. Dus de verkoop naar aannemers, schrijnwerkers, maar ook particulieren. En ik hou mij meer bezig met het gedeelte van de toonzaal. Ja. Dus meer het afgewerkte product, de parketten, terras, de wandbekleding. Ja. En ook met de plaatsingsdienst. Okay, want we hebben ook een eigen plaatsingsdienst. Dus we hebben elk onze taken. Nu, dus dat loopt perfect zo. Zeg, en die samenwerking met La Legno, hoe is die er dan gekomen? We zijn er eigenlijk van in het begin bij. Dus La Legno bestaat, ik denk, 10 jaar, als ik me niet vergis. En eigenlijk zijn wij mee ingestapt met hen, omdat zij de visie hadden van het halfmassieve parket. Aangezien er veel vloerverwarming is momenteel in de nieuwe woningen, maar ook bij verbouwingen, is dat eigenlijk een ideaal product. En La Legno is op de markt gekomen met eigenlijk heel mooie kleuren. En altijd eigentijds, ze volgen de trends heel goed. Dat is voor de klant, ze kiezen een afgewerkt product in de mooie kleuren, dus dat is eigenlijk ideaal. Ja, dat is en ook prijs-kwaliteit is het eigenlijk een heel goed product, vinden wij. Ja. Heb je zelf zo een favoriete vloer? Mijn favoriet is de Lorraine. Ja? Dat is een heel natuurlijke van kleur. Die is verouderd, maar op een heel mooie manier verouderd. Want je hebt ook vloeren die wel halfmassieve parketten, die wel verouderd zijn, maar die niet op dezelfde mooie manier verouderd zijn als deze. Bij deze is het echt alsof het manueel gebeurd is, zoals dat door de tijd heen zo gekomen is. En ik vind die vloer heel mooi, zowel in een strak interieur als in een landelijk interieur. Dus voor mij is dit de topper. Oké. Okay. Ja. Merk je dat er de laatste jaren veel meer vraag naar meerlaags parket is? Ja, meer en meer. Ja? Dit is voornamelijk dankzij de vloerverwarming. Hè. Ja. Je kan bredere planken plaatsen op vloerverwarming. Ja. En je verliest niet de dikte. Met een massief parket heb je toch eerst een onderparket, dan eigenlijk je massieve parket. Dan ga je toch al snel naar een dikte van 3 centimeter en dat is eigenlijk toch veel voor vloerverwarming. Ja, ja. Daarom zien we dat de mensen mee de trend volgen en overstappen naar het verhaal van de halfmassieve parket. Ja, het is een groot verschil met vroeger en het is een groot voordeel ook. Ja, klopt. Zeg, als je de mensen 1 tip zou kunnen geven over meerlaags parket, welke zou dat dan zijn? Of welke keuze ze best maken? Of moeten ze dan echt naar hier komen voor die one-on-one expertise? Wij proberen toch altijd, er is zoveel keuze, wij proberen hier zoveel mogelijk te tonen, maar de mensen ook wel te begeleiden in hun project. Doe je dat dan? Wij stellen heel veel vragen aan de klant. Is het een verbouwing? Is het een nieuwbouw? Wat is de stijl van de woning? We vragen vaak ook zelfs foto's, plannen. Ja. Klanten komen soms met Pinterest-fotootjes bij ons. En we proberen, we hebben dan vaak al onmiddellijk een beeld van daar wil de klant naartoe of dit zou mooi passen. We vragen ook zelfs al een beetje naar budget. En dan proberen we de klant zo goed mogelijk te begeleiden in hun keuze. Als ik zelf zou mogen iets zeggen, ik vind neutrale kleuren, de naturele look, het is voor mij momenteel
Allee, hetgeen dat ik de meeste klanten probeer naar te verlenen. Dan kunnen ze hun interieur eigenlijk nog aanpassen, maar dan vraagt het zoveel aandacht. Ja, niet zo is het. Ze kunnen tof accessoires, tof accenten. Een mooie deur, een keer een stalen deur. Sowieso. En voor meer tips moeten ze maar naar hier komen. Dat vind ik ook. Ze zijn altijd welkom. Voilà, zeg. Goed, merci en nog veel succes. Dank je wel.